nummer 34 en dat is een Oudermeer die hier aan de leiding gaat. Justin Oudermeer die in de compositie is met voor 112 en dat is Carlos van Hees. Hij rijdt er op positie nummer 2 voor 989. Kevin Pastor, hij zit erbij en dan ziet er dat van Inter ook is gevolgd. Hier. En dan zien we dat een andere man hier aan de haal gaat met de overwinning. Afvallen. We zijn inmiddels vertrokken voor hun eerste marge. En we gaan opnieuw kijken naar het Big Mix Dream Team. We gaan eens even kijken wie daar zo goed vertrokken is in race nummer 1. En dat zou zomaar een man van Kelderman kunnen zijn. Corné Hoogmakker. Ook hij is een van de mannen die vaak terug te vinden is in de finale. En ook nu zit hij er vol goed bij de positie nummer 2 hoor. Gaan we kijken naar de man die hier vandaan komt vanuit Amazone. Dat is dan Jasper Kaasjager. Hij zit er op de derde plek. Zit er heel goed bij. Qualification position voor de semifinal. Die we later dus vandaag gaan rijden. Met Jokka voor de finale rijden vandaag. En dat betekent ook dat je er vol bij moet zitten. En dat doet Verke Terrasse dan ook naar heel veel positie nummer 2. Want de week aan. Ik heb nu drie inderdaad, geen gele vlaggen volgens mij mee hoor, dus dat betekent dat we er eentje missen. En dat is wel jammer natuurlijk hoor. Eén dame die er niet missen is Kim Huizen, de dame van de Spartaan uit Zevenhuizen. Ze was een goed getrokken denk ik, en hoop ik dat het zeg, dan gaat ze heel goed naar de eerste overwinning in deze marge. Maar het ging nog maar net goed, dus dan hadden we in ieder geval overrijd. Het is dus bij de marge nummer 1. Jongens van 10 jaar, we gaan hier ook een halve finale rijden. De vijf rijders gaan we weer doorsturen en ze zijn vertrokken voor hun eerste marge. Tino Popma, de man die hier aan de lijn gaat, zit er heel goed bij. Maar we hebben hier een hele sterke bakboord. Want we hebben ook nog Pieter Paul gaan rijden op positie nummer 3. En met 207 is de man die hier natuurlijk vandaan komt. De Dino van Rijswijk. Hij zit vandaag op de duimen op positie nummer 4. Dus dat is Oegema, een jongen van 10 die daar in Zuid-Wijk wel. En dat is dan Seuns Laarman. Laarman die er dus goed bij zit. Samen met Nick Bloemendaal van het Metro in Hengelo. En we zien erachter dan 448 komen. Seuns Kizzi voor 178. En dat is een dik buitenuit. Ook hij zit er heel goed bij. En we zien dat de mannen draven achteraan een beetje moeite heeft. Dat is Mark Maarten. Hij zal vol aan de bak moeten in de volgende 2 maandjes. Om zich te kunnen gaan kwalificeren voor een halve finale. Laatste groep van die 10-jarigen, we gaan kijken naar een nieuwe man die hier vandaan komt, Niels Hobo. Hij is toch wel heel goed getrokken hoor, naar zelfs de Nederlands kampioen en Verstegen achter zich daar op positie nummer 2. En daarachter is het knokken hoor, met 2,66 aan het begin. Danny Barsten daar op die derde positie, een gaatje op de laten vallen. En datzelfde geldt natuurlijk ook voor de mannen Nijkerk en dat is Damien van Verhorst. En we kijken natuurlijk ook nog even naar 166.
dat is dan het nummer in dit geval van een hele jonge promotieklasse dus, heren. Race 32 hoort er nog bij, hoor. We hebben een halve finale, dus geen kwartfinale zoals vorige week in Nijkerk. Iets minder heren in die promotieklasse. En we gaan ook kijken naar een andere snelle man van de Flyback. Dat is dan Guido van Tiel, zou ik bijna zeggen. Maar die zit er wel bij, maar we gaan even kijken, hoor. Want het komt niet door een ander op mijn lijst. Oh, kijk, ik moet het verkeerde. En dan hebben we ook een keer van de bus. Hoe kunnen we hem vergeten? Hij zat erbij. Hij zat er zelf aan de leiding in race nummer 32 alweer. Dan zijn we dus precies op de helft van de eerste marge. En we kijken dus nu naar de promotieklasse van de dames. En we gaan hier de andere kandidaten misschien wel zien voor een podiumplek. Want die eerste plek lijkt al bijna vergeven te zijn. We kijken naar Mariska Koster, daar zit daar aan de leiding. En 903 van Marien Meinders. En daarachter is het wel spannend door met Kim Brinkman. En de dame van Willemsma is in dit geval Karin Bos. Zij zat daar volgens mij nog op positie nummer 4. En ook niet best van Boelhuis, dat nog heel dichtbij hoor. Gaan we naar de volgende groep van die promotieklasse dames. We hebben vandaag een halve finale in deze categorie. En dat is natuurlijk niet wat we graag zien hoor. Maar in principe zitten wij op 2. Na Koffer en 4. Rensje Roelof, we wachten aan het iets meer naar voren straks. En we zien daar op 3. Bernadette aan de kant. Gaan we door naar de laatste race van die dames promotieklasse. En we hebben de dame die hier aan leiding staan. Bijna 100 punten voorsprong. En dat betekent dat het bijna een hele wedstrijd voorsprong is hier voor de dame Demi-Vaart Lisa Metzen. En zij staat dan misschien over een paar weken die ze dan wel veilig gaan stellen. En haalt het bijvoorbeeld een zo. 188 punten goed mee hoor in deze race. Jessica Buitenhuis, ze zit erbij, dus dat is niet meer groot. Heel goed hoor, heeft de winst op 3-4 voorsprong te pakken op een heel hoog nummer. En dat zal dan Robert-Jan van de Brink zijn inderdaad op positie nummer 2. Zit hij er heel goed bij voor 801. En dat is natuurlijk Senna Altema. Die voor nog een man uit Denkstad erbij zitten. Die zit er op positie nummer 6. Die zal naar voren moeten. En dan hebben we het over Sander Klooster. Ruud 37 bij de jongens van LRG. Van de Berg zit hij erbij of is het eenmaal van Dongen? Ja hoor, het lijkt wel een beetje op het clubje van Putten. Maar het is natuurlijk de man die rijdt voor Klommers, rijdt voor Ommers. En dat is eenmaal van Dongen. Hij zit daar op positie nummer 2. En dan gaan we toch even zoeken naar de man uit Putten hoor. Ja, hij zit er al bij daar op positie nummer 6. Zit hij dan? En dan gaan we dus over de 184 Rick van de Berg. Nou, we kijken naar Jim Kleiboer, die hele snelle man uit Apeldoorn. En daar mogen we 14 mei nog naartoe voor een kampioenschap van binnen Nederland. Maar we gaan natuurlijk kijken naar de andere posities in de baan. Kleiboer lijkt namelijk wel een beetje een kleinige factor te zijn. De jongens van 11 jaar voor een volgende ronde. Maar we gaan ook kijken naar die snelle man erachter. Die komt hier vandaan met 913. Boy van Hartel. Hij zit er goed bij. Hij heeft een mooi sportje opgebouwd op die man uit Achterwindad. 643. Dat is zo'n besturing, die houdt het net voor hoor. Op de race 39 en we gaan kijken naar Nijkerk die daar aan de leiding staat. 86 op het nummerbord. En dat is Sierno de Groot. Groot inderdaad die aan de leiding staat voor 449. Dat is goed door een goede reis in de goed bij hoor. En dan zien we daarachter een top van de Lossprinters. Max Goldman. Race nummer 40, we gaan naar de dames van 10 en 11 jaar. We gaan hier kijken naar een snelle dame daar vooraan. En dat is Lieke 165. Lieke Maas, die zit bij ons. Kom op, hij gaat doorgaan. En deze vader, wij zitten goed bij ons. Deze vader is hier met 11. Kom maar goed zo. Dames van 10 en 11 gaan een finale rijden. De volgende groep wordt er bij. En we gaan natuurlijk kijken naar de dame die hier vandaag komt uit Ammerzoden. Dat is Anja Jacob. Zij zit hier op positie nummer 1. En dat gaat dan wel heel goed door. En dan kunnen we ook zien dat de trainingsuren nog heel belangrijk zijn hier op de eigen baan. We kijken dan naar Lucinda Tuinkamp daar op positie nummer 2. Ook zij komt dus heel goed mee. Dan zien we nog een andere dame uit Nuland komen. Dat is Ida van Winter. Ook zij komt goed mee daar op positie nummer 3. En ze doen dat door nog 2 maal gaan doen. En dan kunnen ze zich waarschijnlijk op gaan maken voor een finale. Want dat gaan we doen bij de dames van 10 en 11 jaar.